De eens zo grote André Hazes junior bevindt zich momenteel in een neerwaartse spiraal van populariteit, wat pijnlijk duidelijk werd tijdens zijn recente verschijning op de televisie. Tijdens een uitzending van Humberto Tan werd Hazes junior op het publieksbankje gezet, wachtend op zijn beurt, terwijl hij ooit de ster van elke talkshow was. Het snelle verval van zijn populariteit werd benadrukt door René van der Gijp, die het tafereel als sneu beschreef. Deze week worden televisiekijkers overspoeld met André Hazes junior vanwege de naderende release van zijn nieuwe album, waarvan alle singles tot nu toe geflopt zijn. De vraag rijst, waarom blijft hij steeds in talkshows verschijnen? Zelfs Wilfred Gené kon niet verklaren waarom Hazes junior zo prominent aanwezig is op tv, terwijl zijn muzikale carrière in het slop zit. Zijn nieuwe album, Ruzie met de Buren, werd lauw ontvangen, zelfs door degene die hem eerder bewonderde. Tijdens de uitzending liet Hazes junior zich ook negatief uit over zijn eigen moeder, Rachel Hazes, wat bij de kijkers en tafelgasten de vraag opriep of dit gedrag niet ziekelijk was. Job Knoester noemde het zelfs zonde en benadrukte hoe deze voortdurende familieruzies de eens zo gerespecteerde naam van Hazes vernietigen.